Ik had het geluk om een paar weken geleden een, een heel mooi pakket thuis te ontvangen. Namelijk de Logitech G923. Wat is de Logitech G923? Want ik, hier, hier word ik niet Leuk veel wijzer. dat je het vraagt. Hier word van, ik niet veel wijzer van. Maar dan van. kan ik het gelijk even toelichten. Uh, de Logitech G923 is uh, het nieuwe race stuur van Logitech. En uh, je kan het eigenlijk zien als, uh, als de, de opvolger... De opvolger van de G29 en de G920, die voor de Xbox en de PlayStation 4 waren, natuurlijk. Oké, okay, wacht even. want Ik heb, hem namelijk, ik heb het hele stuurtje nog niet gezien, dus de beelden die ik nu hier zie zijn de eerste beelden die ik zie. Ja, en met Fernando Alonso. Fernando Alonso is, uh, is zeg maar de posterboy van het uh, van stuur. En zou ook, uh, hij, hij zou ook zijn input hebben gegeven over wat natuurlijk belangrijk is. Voor, uh, voor een race sturen en, en, en voor, voor simracers aan zich. Um, en als ik zeg, het is de opvolger van de, van de G29. Nou, daar overdrijf ik niet. Want hij ziet er eigenlijk exact hetzelfde uit als de Logitech G29, uh, zoals we die kennen. Okay. Dat is een stuurtje. Uh, een goed. goed stuur ook. <laughs> ja. Maar uh, vooral voor een hele goede prijs. Het is het stuur waar bijvoorbeeld ook Skate uh, mee race tijdens zijn races uh, ja. van Formule 2020. En uh, met een beetje geluk. Uh, zeker met Black Friday deals, uh, dat hebben we uh, afgelopen jaar gezien. Kan je die oppikken. Voor 150 tot 180 euro. Wat voor een, een goed stuurtje echt meer dan prima is. Ik wou net zeggen, want het is een stuur met force feedback. Wat natuurlijk uh, een essentieel onderdeel is voor simracers. Ja. En, een van de belangrijke dingen, uh, er zitten ook gewoon echt serieus goede pedalen bij. En, en dat is uh, waar het over het algemeen nog uh, best wel aan schort bij uh, de concurrentie. Maar daar ga ik het zo over hebben. En dit is de opvolger ervan, maar... Daar hangt wel een prijskaartje aan. Ik wou net zeggen: een, een, nieuw, een nieuwe editie. Een nieuwe. Want zijn er veel nieuwe dingen toegevoegd? Daar ga ik zo op komen. Okay. is het prijskaartje 400 euro. Oeh. Ja, oké. Okay. Dat, dat, ja, dat, dat, dat is een flinke prijs. Het um, in een hoog segment meteen. Voor de het betekent niet dat de G29 niet blijft blijf bestaan. Mm -hmm. Dus ik denk eigenlijk wel dat het een goede, uh, goede line-up is aan, aan stuurtjes die ze, die ze verkopen. Wat dat ja. betreft, um, Kijk, 400 dus. euro. Daarmee moet het de directe concurrentie aangaan met de Trustmaster T300 RS. Uh, het stuurtje wat jij uh, thuis ja. hebt staan. Ja. Het stuurtje wat ik uh, voor één ook, uh, ook heb gehad. Dat is een bel-driven uh, stuurtje. Dit is een Gearbox driven stuurtje. Nou, waar merk je dat nou een beetje? Hij is iets minder smooth als, als een, als een belt-driven uh, okay. ding. Maar daar tegenover staan die pedalen waar ik het over had. Ja. Trustmaster um, maakt een geweldig stuur met de T300 RS, maar de pedalen die de standaard bijgeleverd worden, zijn echt fucking dramatisch. Piffy. Yeah. Ja, echt de 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 het rempedaal. Dat dat is bijna zo goed als On of weet je, het is gewoon of je remt of je doet het niet. Er zit uh, weinig progressie in. Wat ja, nou wat ik van kan herinneren, want ik heb nu eventjes al niet gereden, maar enigszins mee eens. Ja, en en en. Het is een licht overdreven, maar het is. Uh, ik snap het. Wat je het bedoelt. is een beetje overdreven inderdaad. maar het, het is vooral uh, relatief gezien ten opzichte van de concurrentie wat dat betreft. Uh, die pedalen zijn gewoon uh, niet zo heel erg goed. Er zit ook weinig weerstand op wat dat betreft. Dit is een pedalenset met drie pedalen. Dat wil zeggen een gaspedaal. Een rempedaal en een koppeling ja. en uh, het rempedaal uh, maakt gebruik van een progressieve veer uh, 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 en dat is gewoon heel erg chill want dat zorgt er gewoon voor dat je muscle memory rekening kan houden met hoe hard je ja. uh, de rem in moet gaan drukken en um, vooral als je consistente tijden wil gaan rijden en ik zweer het je, die pedalen set die erbij wordt geleverd is echt topnotch. Je gaat zeker in die prijsklasse niks beters daarvoor vinden. En uh, dat is gewoon een heel fijn gegeven voor de enthousiasteling. Ja, want jij, jij bent natuurlijk ook uh, trotse bezitter van een uh, Fanatec stuurtje. Ja. En pedalen. Ja. Kan het zich daar enigszins mee meten? Zeker. En uh, hoe duur is die set? 700 euro. Dit is 400 euro. En die uh, standaard pedalen set die ik heb bij die Fanatec: dat zijn twee pedalen: dat is een gaspedaal. En een rempedaal. Ja. En bij de rem uh, zit er een soort van uh, schuimblok. Ja, ja, dat heb ik nog wel gezien. Ja, ja wat, wat ervoor zorgt dat je toch enigszins wat weerstand hebt. Ja. En ook wat relatief consistente weerstand. Mm -hmm. Zodat je daar ook redelijk uh, wat rekening mee kan houden. Dit, hier zit gewoon echt de progressieve veren. Dat is dus echt een fucking goed ding. Uh, het stuurtje aan zich, zo, zo op het oog. Is vrijwel hetzelfde gebleven qua layout als de G29. Het heeft dezelfde knopindeling. Het heeft een draaiknop ook onderaan het stuur. Dat is gewoon heel erg fijn als je snel door je instellingen uh, wil gaan. Mm, dat was voor mij met Formule 1 altijd een ding. Er zijn heel veel van die opties die je even snel, je even snel bij moet kunnen. En als je dan alleen je D-pad hebt, dan is dat best wel kloten. Ja. Dus uh, ja, dat is handig. Het is Ook makkelijk prinsiek. om de, de rembalans aan te passen... of de fuel mix aan te passen. Dat soort dingen dan. inderdaad. Ja, de, daarvoor zou je het kunnen gebruiken. Maar, ik vind hem wel sexy hoor, jezus. Hij is super sexy. Want wat ik wou zeggen... hij lijkt op het eerste oog uh, direct op de G29... Maar de materialen zijn gewoon van uh, een stuk hoger materiaal. Er wordt ja. echt goed rubber gebruikt. Er wordt aluminium uh, is, is het, bestaat het stuur uit. Maar het allergrootste paradepaardje, wat deze moet gaan onderscheiden ten opzichte van de Trustmaster TT100 want dat is gewoon zijn concurrent. En ook uh, de, 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 de upsell ten opzichte van de G29, is TrueForce. En TrueForce is een nieuw soort force feedback systeem. Wat Logitech heeft ontwikkeld met enkele vooraanstaande SimRacers, waaronder ook Fernando Alonso. Ja. En TrueForce moet ervoor zorgen dat je nog meer detail gecommuniceerd krijgt in het stuur over dingen die gebeuren op de weg. Want waarom heb je force feedback? Force feedback is gewoon eigenlijk de informatie die je terugkrijgt van het wegdek, van je banden. Om, uh, om daarop te reageren, ja. je voelt uh, ten opzichte van de controller voel je wanneer de auto begint te glijden, je voelt wanneer je wielspin hebt, je voelt wanneer je de grip begint kwijt te raken, en dat zijn dingen die je daardoor kan gaan corrigeren, en dat is het essentiële verschil met bijvoorbeeld een, een, een niet force feedback. Stuur ja. nou, True Force gaat nog een stapje verder. True Force die, uh, maakt echt gebruik van de physics engine van de game. Die krijgt dus echt direct informatie vanuit de physics engine van de game. Het nadeel daarbij is dat de game het moet gaan ondersteunen. En daar, uh, dat is een beetje de crux op dit moment. Mm -hmm. Want True Force, ik heb het gebruikt. Het is tof. Het is... Wat, bij welke game wordt het ondersteund? Zet de Costa Competition, Formule 1 2020, daarbij heb ik het gebruikt. Grid uh, ondersteunt het. En ik dacht, Dirt. Oké. Okay. Uh, dat, dat zijn de games. En er kunnen nog meer uh, games dat uiteraard gaan ondersteunen. Want Logitech uh, staat wel bekend om zijn goede ondersteuning. Maar besef wel: het is een feature dat ingevoerd moet worden door de developer. Ja. Daar kan Logitech over het algemeen vrij weinig aan doen. Maar nogmaals: uh, ze hebben een goede track record wat dat betreft. Dus daar zou ik me niet al te veel zorgen om maken. Maar dat kan wel heel even duren. Um, wanneer je eenmaal met True Force aan, uh, aan de slag gaat. Ja, je merkt het meteen. Uh, de, de, het stuur maakt veel meer uh, kleine bewegingjes ook. Je voelt uh, veel fijner detail. Dat is eigenlijk de enige manier waarop ik het zou kunnen om, omschrijven. Je voelt nog meer als, als bij bijvoorbeeld mijn Fana-textuur... Of, uh, of de, de, de Trustmaster de T300RS. Oké, okay. dat is netjes. Dat is heel gek inderdaad. Uh, want dat had ik in eerste instantie niet verwacht. Um, <laughs> dat is echt een heel erg tof onderdeel. Maar het ding is... Het is, is, is een gear driven, uh, gear driven stuurtje. Ja. En ik moet toch wel zeggen, als ik gewend ben aan een belt driven, heeft dat wel mijn voorkeur. Want waar merk je nou de grootste verschillen in wat betreft het rijgevoel uh, tussen de, de belt driven en de gear driven? Is het nou dat de, dat de, de trillingen wat soort van, als, als ik even gewoon heel direct nadenk over, oké, okay, het zijn gears die dus die, die feedback ver, veroorzaken. Ja. Dat moet dan schokkeriger aanvoelen dan een belt. Zou dat soepeler is? Je, je hebt direct drive, je hebt belt driven en uh, gear driven. En uh, het ding met gear driven, is, het voelt iets losser okay. dan bijvoorbeeld uh, ook een belt. Belt is wat smoother wat dat betreft. En um, gears, die maken gewoon meer lawaai. Ja. En, en uh, dat merk je op zich ook wel. En, 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 ook in uh, deze? Ja. Okay. En, en, en dat zou dan mijn. Ja, het enige kritiekpunt, ja, wat dat betreft wel. Want 400 euro is een flinke stap omhoog ten opzichte van de G29 die we kennen. Er zijn niet heel erg veel verschillen vergeleken met de G29 bijvoorbeeld. Hier zien we de pedalen set, die is echt uitstekend. Trouwens, op de onderkant van de pedalen set zit ook een kammetje die je kan flippen. Dat wil zeggen, hij is echt heel zwaar gemaakt, sowieso. Zodat hij gewoon ook blijft liggen op een vloer. Je hoeft hem niet uh, ergens op vast te monteren. Dat is sowieso fijn. Ik heb hem namelijk altijd getaped aan mijn vloer. Ja, maar precies. Anders moet je aan dat soort dingen inderdaad gaan denken. En um, wanneer die dus op het tapijt staat, kan je dat kammetje omdraaien. En dan, uh, ja, dan haakt hij zich zo goed als vast in, in, in het tapijt. Of, uh, okay. of whatever de fuck je ook hebt liggen thuis. En dat is gewoon een hele nice feature. Aan de aan het stuur zelf zitten van die clamps heel fijn losdraaien staat er gewoon bovenop uh, op het stuurtje Hetzelfde zelf, als de G29 eigenlijk. Oké. Okay. En ja, en dan kom je toch eigenlijk een beetje uh, neer van ja voor welke moet ik gaan? Want uh, het is toch wel ga je voor de G29? Ja. Dat is wel echt het instapstuurtje wat mij betreft wat de meeste waarde biedt voor uh, de prijs die je ervoor betaalt. Ik kan me voorstellen. Uh, misschien voel jij je ook zo en misschien is skate bij skate het ook zo. Bij mij is dat zeker zo geweest. Wanneer je eenmaal begint met simracen. het is een soort van rabbit hole. Weet ja, je wel. want de, de upgrade drang is er vrij snel. Ja. Ook. Heel erg. En um, dat klinkt misschien dom, maar um, je wil altijd sneller gaan, maar je gaat er niet sneller door of zo. Het is hetzelfde als, de, als dat je vroeger als oh, klein kind Dezelfde voetbalschoenen wilde hebben als Ronaldo of zo, weet je wel. Ja, ja ik, ik, ik durf in mijn eigen geval dat niet per se op die manier te zeggen. Maar meer gewoon van ik wil voelen dat ik echt kwaliteit in de handen heb op ja. dat moment. Ja, ja maar je, je wil sneller. Ja. En dus ga je elke keer voor jezelf rationaliseren van nee, ik moet wel deze set hebben. Ja. Want de pedalen zijn beter. En daarmee kan ik beter remmen. En daardoor kan ik net uh, een paar tienden per bocht winnen. Ja. Waardoor ik misschien uiteindelijk straks mijn races ga winnen. En dat is een beetje de upgrade koort. Die, uh, die simrace hebben. Dat is in ieder geval de, de upgrade koorts die ik heb. Ja, en dan om heel eerlijk te zijn. Dan als ik hem recht tegenover de, de, de Trustmaster T300 RS ga zetten. Um, Hoe duur is die op dit moment? Ook 400 euro. Oh, oké. Okay, al, okay, al, althans ons okay. verkoopadvies. Uh, die, die zal af en toe ook nog wel eens met een aanbieding wat goedkoper uh, te verkrijgen zijn. Maar ga ik die Trustmaster vergelijken. Ja, die heeft echt veel minder pedalen. Waar we het al over hebben. Dat, dat kan ik behalen, ja. Die kan je upgraden moet je natuurlijk wel weer flink verlappen, dat, dat is zeker een expense uh, waar je rekening mee moet gaan houden. En dan, ja, dan denk ik toch dat de, dat de G923 een betere pakket is, omdat die en dus die uh, enorm goede pedalen set heeft en true force systeem, mits, ze... mits ondersteund. mits ondersteunt. Maar wat ik zeg, Logitech heeft een goede track record wat dat betreft. Ja. Denk ik dat je daar toch nog meer uit kan halen dan dat je op de Trustmaster had, uh, die voor mij op dat moment eigenlijk de koning was in dat prijssegment? Ja. die heeft nu dus stevige concurrentie gekregen. En als ik nog één ding mag zeggen over Logitech, als we het hebben over kwaliteit en betrouwbaarheid en uh, levensduur van een apparaat, daar heeft Logitech echt een hele goede track record wat dat betreft. En Trustmaster. We kennen heel veel mensen met slijtageproblemen. Jij ook? Ja. Oh, nou, dat bedoel ik. En... Nee, niet per se slijtage. Ik denk meer dat het een firmware-ding is nog steeds. Ik heb het nog niet opgelost. Er zijn echt veel slijtageproblemen met de Trustmaster. Okay. Uh, wat dat betreft, best wel veel horrorverhalen. Ja. Uh, dat wordt uiteindelijk wel opgelost. Maar die zijn er gewoon een stuk minder bij de Logitech G29. Okay. En ik denk dat je die lijn door kunt trekken naar de G923 ben benieuwd. Ik, uh, ik ben best enthousiast voor zo'n stuurtje weer. Want ik... Het, 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 oh, sorry. Helemaal met de, met de komst van de nieuwe generatie consoles uh, komen er ongetwijfeld weer nieuwe vette games aan. Noem maar GT7. Goed dat je dat zegt, trouwens. Uh, het is een PlayStation 4 en een Xbox One uh, stuur. Werk, beide werken ook op een, uh, op een PC. Ja. Maar je moet wel echt specifiek één van die twee kopen. De PlayStation of de Xbox variant. En ze werken ook op de next-gen. Dus als je de PlayStation 4-versie koopt, die werkt op PlayStation 5, okay, Xbox One-versie ja. werkt ook op Xbox ja, ja, Series X. Ja, ja. Dus nou, dat, dat is, is niet heel onbelangrijk om er even bij te vermelden. Erg belangrijk om te weten, inderdaad. Ook moet ik zeggen, uh, oude studies doen het ook. De, dus uh, mocht jij thuis een Trustmaster hebben liggen, die werkt ook op de PlayStation 5. Mocht je een thuis van Vanatic hebben liggen, die werken ook gewoon op de PlayStation 5. Ja, en dan wat ik nog wilde zeggen is: helemaal met de komst van nieuwe games, of nieuwe race games, zeg aankomen. De 5 aankom zit er aan te komen? Ja, maar ik, denk meer, nog, ik kijk meer naar de GTA Sport kant en eventueel Forza misschien. Uh, ja, man, het begint weer te kriebelen. Het begint bij mij met kriebelen. En, en ja, helemaal misschien, misschien heb ik een nieuw studio nodig. Ja, nou, loodje hè. Nee, 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 niet op die manier, <laughs> maar gewoon... Nee, nee, je weet me nooit. Nee, ik snap wat je bedoelt. En uh, ja, 400 euro, het is een hoop geld. Ja, dat is wel. Maar voor de enthousiasteling die echt gek is van simracen... die weet ook, uh, je moet gewoon investeren in je Rick. Ik denk dat je hiermee een hele goede aankoop doet. En zeker dat hij een aantal grote voordelen heeft... ten opzichte van de Trustmaster T300RS. Maar je moet altijd nog even voor jezelf bepalen... Wat vind je nou voor jezelf het belangrijkste? En waar ga je dan mee in zee? Um, voor deze Logitech bestaat er bijvoorbeeld ook nog een aparte shifter die je erbij kan kopen. Je hebt natuurlijk de pedalen op, op het stuur zelf. Ja. Uh, maar je kan ook gewoon nog een losse shifter kopen. Vind ik heel erg cool. Uh, maar die moet je er echt los bij kopen. Helemaal, omdat je natuurlijk ook je koppeling nu hebt. Ja, zeker. En um, het ding daarmee is ook nog uh, bij Trustmaster bijvoorbeeld heel veel verschillende stuurtjes die je snel uh, uh, erop en eraf kan halen. Uh, voor, ieder, voor iedere autosport eigenlijk klasse die je maar wil, kan je een stuur op uh, formaat vinden. Dit is op dit moment eigenlijk het enige stuurtje wat daarop past. Nou, daar, daar heb ik geen probleem mee in principe. Kan ik me voorstellen, maar ik wilde dat nog heel even erbij zetten. Ja, ja. Jongens. De Logitech G923, nieuw stuur van Logitech. 400 euro, de directe tegenhanger van de Trustmaster T300RS.